Vandaag ga ik geen andere video maken, want ik ga een dagvlogje maken. Ik ga iets superleuks doen samen na de morgen. Hallo allemaal, superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik geen andere video maken, want ik ga een dagvlogje maken. Benieuwd zijn in deze video? Dan zeker die duimpjes omhoog. Abonneer voor meer op mijn kanaal hier beneden. Zou ik super leuk vinden. En druk gelijk op het belletje, want ze mis je niks. En laten we beginnen met de video. Let's go! Afgelopen maandag had ik mijn boosterprik gehad. Nou, de boosterprik zelf viel reuze mee. Had ik geen last van. De meeste mensen hebben er helemaal geen klachten door. Die denken, oh, ik heb helemaal geen klachten. Nou, ik had die dag zelf had ik geen klachten. De volgende dag begonnen de klachten te komen. Had ik hoofdpijn, misselijk, duizelig. Noem het maar op, heel veel klachten. Dat heeft tot gisteren heeft dat geduurd. Dus nu gaat het gelukkig beter. Gelukkig beter, maar ik had de afgelopen dagen had ik er behoorlijk veel last van. Maar gelukkig kon ik deze vlog maken. Dus dus dat. Maar genoeg gepraat over de corona en het vaccin allemaal. We gaan gauw verder met deze video. Het is nu een heel tijd verder en deze vriend die hier zit naast mij. Hallo, poepje, kusje. Leuk hè? Ja, leuk hè? Ja. Nou, het is nu een heel tijd verder en ik ga iets superleuks doen samen na de morgen. Maar eerst ga ik wat pakken voordat ik meer vertel. Zo, ik heb, zoals jullie zagen, nagellak heb ik eventjes uit de kast gehaald. En ga ik even alle nagellaks ga ik even op tafel neerzetten. Even vooruit spoelen. Alle nagellak staat op tafel. Uit dit zakje. Zoals jullie wel weten, wat ik met mijn verjaardag heb gekregen toen ik 18 was. Nou, daarvoor gebruik ik hem dus. Dus dan zien jullie hem weer. Oké, nagellak remover. En natuurlijk een watje. Oké, dit wordt een tutorial. Even. Ik ga nu mijn nagels lakken. Dit zijn alle nagellaks, lakken kleuren die ik heb. Wat voor setje ik aantrek is dan iets wits en een beetje blauw. Dus daar combineer ik het altijd een beetje mee. Dus dan kijk ik denk ik van welke gaat nou passen. Dan kom ik zo even bij jullie terug welke het gaat worden. Tot zo. We zijn het geworden. Een paars en doorzichtig. Nou, ga ik mijn nagels lakken en ga ik ondertussen vertellen. Ga ik ondertussen vertellen wat we morgen gaan doen. Want morgen gaan Nano en ik een fotoshoot doen. Een dierenfotoshoot. Dus dat is wel heel leuk. Daarvoor moet ik even mijn nagels lakken. Omdat ik dat zelf mooi vind. En ja. En ik ben benieuwd ook hoe de fotoshoot gaat verlopen. Dat ook. En jullie krijgen, volgende week krijgen jullie dan te zien, want het wordt een aparte video. Dus het komt niet bij deze video. Maar deze komt zondag online. En die andere video die we morgen gaan doen, die komt volgende week online. Dus dat. En nu is het even opdrogen. Ik doe altijd eerst de ene. En dan de andere hand. En waarom? Ja, omdat ze anders beschadigen. Dus en nu wachten. Nu
Nu ga ik ondertussen de andere kant doen. Ja, mijn mama doet een beetje raar. Mama zit achter de camera, mama doet een beetje raar. Mam, dit is trouwens een kattenspeelgoed. Kom eens, kom eens. Dit aardbeidje maakt geluid en de rest niet. Dit cupcake niet, deze ook niet. En deze, Nano vindt deze zo geweldig. Dat Nano dit echt gewoon met kwel en al gewoon, ja, opzabbelt, zeg maar. Welke maakt geluid? Deze. Oké. Deze ook. Kijk, dit is een stok. Het is een hengelstok. En als je dan gewoon zo doet, dan komt, ja, je kat. Maar Nano komt er dan op af. Dus dat. Voorzichtig van mijn nagels. Mijn nagels moeten nog heel zijn. Kijk, ja, Nano vindt het geweldig. Ik weet niet of jullie het zien, maar... Nou, nu ga ik de andere hand doen. Oké, nou, ik ga nu de tweede doen. Au, mijn hoofd. Kijk, ik ga nu mijn andere nagel doen. Oké, let maar even niet op mama, jongens. Nou, dan vind ik het geweldig. Ja, kom maar. Kom maar. Kom. Ik weet, jongens, dat er ook iets onder moet liggen, maar daar had ik niet zoveel zin in. Als jullie trouwens vaker willen dat ik een dagvlog of een weekvlogje wil maken, zet het vooral onder in de reacties, want vind ik het leuk. Dat vind ik leuk om te zien. Nou, dan kom ik achter jou. Ja, dat zie ik. Dat voel ik. Ja, ja, het leuk. Nou. Doe maar pakken. Doe maar pakken. Doe maar pakken. Nee, doe. Poep. 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 Moet de andere kant ook even drogen. Volgens mij is deze al bijna klaar. Oh, mijn lekkere. Oh, is het een kattenhaar. Nou, dit zijn mijn nagels. Ik weet niet of jullie het zo zien. Maar mijn nagels. Andere. Dat? Ja. Doe maar. Doe maar. Doe maar. Doe maar. Doe maar. Doe maar. Doe maar boksen, doe maar slaan, doe maar boksen, doe maar slaan, doe maar boksen. Mama maakt altijd van die gekke geluiden, zoals jullie horen in de video's. Als mama aan het filmen is, mama... Hallo! Ik ben een nagellak. Ik ook. Waarom heb je dan geen kleur? Weet ik ook niet. Doen jullie moeders ook zoiets? Oh, kijk dan. Dit is een vijand. Doen jullie moeders ook zoiets? Laat het ze. Ik weet hier beneden. Nee. Sorry. Wij zijn vriendjes. Nee, maar ken je niet. Boom, 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 boom. Zijn de ene nagelak en de andere nagelak? Hey, vind jou gelukt. Van je gelukt? Dat is een heel iets anders. Gelakt. Ook toch gelukt? Ja, ik zei gelukt, maar gelakt. Ja. Volgens mij is vooral deze goed. Deze moet nog eventjes. Dus dan pak ik eventjes de coating. Maak geluid.
Doen we ook even ASMR erbij. Ja, dan moet je van tevoren schudden. Maak je uit. We gaan verder. Oké. Okay. Dankjewel voor de gezelligheid, mam. De kijkers hebben zich vermaakt. Dankjewel. Hierbij sluit ik alles af. Nee, grapje. Love you too. Dankjewel, mam. Zo. Als jullie trouwens nog ideeën hebben voor een video, voor een nieuwe video of wat voor video ik moet maken, laat dan ook zeker weten in de reacties. Want misschien zie je jouw idee wel terug in de volgende video. Wat? Oh. Volgens mij zien ze jou, hè? Nee. Ja. Mam! Nou, nu. Wee! Deze is goed bijna droog, dus volgens mij kan wel deze coating hier overheen. Ja, kan wel. Lekker. Mama is ondertussen aan het eten koken. Wat eten we vanavond? Heel veel groenten. Heel veel groenten. En pasta. En pasta. Moet je lang. Dit gaat nu even opdrogen. Moet even opdrogen. Maar dit is in ieder geval voor morgen. En jullie krijgen een aparte video van de fotoshoot met Nado. Dat krijgen jullie volgende week. En deze komt deze week online. En die andere komt volgende week online. Dus dat. En de foto's die dan die gemaakt zijn en zo. Die monteer ik even erbij in de video. Niet op deze video, maar bij die andere video van volgende week. Dat jullie volgende week zondag om 14:00 te zien krijgen. En om het niet te missen, zeker te abonneren hier beneden. En een duimpje omhoog te geven ook. En vooral het belangrijkste op het belletje te klikken. Want ze mis je helemaal niks. En nu moet je opdrogen. Mijn nagels zijn goed als droog bijna. En dus deze leggen we eventjes terug in de kast. Hi poepie. Ja. Zet ik even de nagelproducten terug in de kast. Zo. En ze zitten in de kast. Dit is een van het gedeeltes wat we gaan eten. Er zit verse wortels in. Blablabla. Er zitten verse wortels in. Tomaat. Rode ui. Courgette. Nee. Aubergine. Oh ja, aubergine. Paprika. Ui dan. Sommige van tomaatjes komen erbij. Ja. Met dit gedeelte komt er nog bij. Olijfjes. Dat zijn olijfjes. En gedroogde tomaatjes? Nee. Soms van tomaatjes. Oh, oké. En ook trouwens extra tomaten, of tenminste extra tomaten, verse tomaten zitten er ook in. Ja, die zitten hier. En de pasta, de penne gaat dan zitten daarin. Dus wat eten wij vanavond? Vegetarisch. Ja, lekker, lekker, lekker. Trouwens ook wel leuk om te laten zien. Dit is Roos. En deze Roos heeft mama gekregen van Google. Want daar werkt mijn moeder. En je ziet ook de Google kleuren. Super mooi. Voor Valentijnsdag. En ja, dat vond ik ook wel leuk om te laten zien. En dit is het lekkere bordje gezondheid. De pasta. Ik zeg smakelijk. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker die duimpjes omhoog. Abonneer voor meer op mijn kanaal hier beneden. Zou ik super lief vinden. Druk gelijk op het belletje, want ze missen niks. En dan zeg ik...
Bedankt voor het kijken naar deze toffe video. En tot, ja, de volgende video. Toedeloe!